In Sevilla is een militair transportvliegtuig neergestort. Daarbij is een onbekend aantal Spaanse crewleden omgekomen. Twee inzittenden van het toestel liggen in het ziekenhuis. Nederland heeft vorig jaar 13 nieuwe asielzoekers per 10.000 inwoners erbij gekregen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2013. Het Europees gemiddelde ligt op 11. In Australië is een jongen van 17 gearresteerd omdat hij bommen wilde laten ontploffen in Melbourne. De politie deed huiszoekingen in de stad. Daarbij werden zelfgemaakte bommen gevonden. Met de grootste militaire parade ooit is in Moskou de overwinning op Nazi-Duitsland herdacht. De parade begon met een minuut stilte. Daarna marcheerden militairen over het Rode Plein. En de Nederlandse ambassadeur in Pakistan ligt in een ziekenhuis in Islamabad. Bij de helikoptercrash van vrijdag raakte hij gewond aan zijn hoofd en benen. 7 mensen kwamen om.